Ja, kijk, het is tijd om aansteek, dames en heren. Ik zou zeggen, ja, kijk maar eens hoe groot hij is. Deze... Hoe groot is die man? Hoe groot is dat dan? Zal ik zeggen, let's go! Zo, dames en heren, welkom bij een video. Zoals jullie kunnen zien, ben ik vandaag met Aart en Gucci. This way. Daarheen, want we zijn even in de bouwmarkt, want we gaan vandaag nog een keer een rookbom maken. Het blijft gewoon leuk en jullie hebben eigenlijk vorige keer massaal een duim omhoog gedaan en daarom dacht ik, laat ik het nog één keer gaan doen, samen met Aard. En welke gaan we nemen? Die? Ik weet niet hoe lang wil jij hem houden? Ik denk dat het leukste is het twee lagen doen, weet je wel. Wat bedoel je twee lagen? Nou, twee, zeg maar bijvoorbeeld als je stokjes eraf haalt, ja, weet je wel, dan twee keer, weet je wel. Maar kan je dat kopen? Oh, deze is nog groter, man, of niet? Nee. Dit is de grootste. Ja. Maar die gaat per meter, denk ik. Oké, dan gaan we gewoon verdienen. Dit is hem. Hoe doe je de achterkant dichtmaken? Gewoon in de grond. Okay. Let's go! Oké, de pijp hebben we. Nu gaan we even naar de vuurwerkwinkel. Gaan we even vuurwerk kopen. Gaan we het in elkaar zetten en dan gaan we het gewoon afsteken. Hij is wel benieuwd hoe deze gaat. Want deze is nu natuurlijk wel, denk ik misschien wel 10 keer groter dan de vorige die ik heb gemaakt. Maar het is geen ton. Maar het is geen ton, inderdaad. We zijn nog steeds, het is nu zeg maar de volgende dag. En we zijn nog steeds wel een beetje onder de indruk van zeg maar de ton. Wat voor effect die had. Want het was gewoon een vulkaan die wij eigenlijk hadden gebouwd. Dus, dat was een echte vulkaan, ja. Hier, laten we dat even verder. Moet even afrekenen. John moet even afrekenen, mensen. Hey, kijk eens wie hier hebben. Ja, hey. Hey. Ja, we zijn een oude collega. Jan Kakatoe. Precies, hè? Ja, mensen, is even tussen ons, met een oud collega van ons. Maar dat maakt niet uit. Ja, die hebben we lang niet meer gezien, dus we waren heel blij om hem weer te zien. Ja, Jan, shout out naar jou, jongen. Kijk, we zijn in de winkel aangekomen en voor de kennis onder ons die de andere video hebben gezien. Nou, het is weer dezelfde winkel, maar dat komt gewoon deze winkel op ons op de hoek. Een lijstje van staat hier. Dat is een lijstje. Zullen we die meenemen? Ik ben wel benieuwd. Wat kost die? Dat weet ik ook niet, man. Ik heb een vraag aan die vrouw. Vraag wel even. Nou, anders nemen we ook een lightsaber mee. Mijn bedoeling is dat we deze pijp volgen maken. Nou, we zoeken eigenlijk, we willen eigenlijk deze... Ja, niet helemaal volgen maken, zeg maar. Maar... Ja, dat is hem, man. Dat is één keer gek, hè. Nee, ik kan niet gek blijven. Nee, inderdaad. Dus, maar ja, we wouden dat gekleurde sterretjes zouden we eigenlijk hebben. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, hoeveel gaan erin? Ik denk zelf best wel veel eigenlijk. We wel genoeg hebben natuurlijk, daarom even een doosje uitpakken in de winkel. Dan kunnen we even kijken hoeveel erin gaat. €2,25. Ja, drie doosjes dus. Oké, we hebben dus, wat kost één doos? €20. Kijk, okay, maar drie doosjes dan. We gaan even de pijp de midden slaan, toch? Of moet je zagen? Ja. Ik denk als je daar, dan sla je de hele pijp al goed. Oké, okay, jammer. Ze weg van de zaag. Hoe ligt de zaag dan? Ik zal het even zoeken hier. Ik kan mensen die weten wat dit is een tent, die gooit de grond. Dat ik gehoord en dan denk ik, klik. Ja, klopt. Niet van mij, maar van jou. De zaag ligt hier. John zegt de derde kast tegen mij. Maar tape heb ik ook nodig. Tape. Ik ook. Hier, pak die dikte. Oké, laten we naar buiten gaan, nee? Oké, we gaan de pijp op maat zagen, maar eerst gaat Aart even kijken van hoeveel sterretjes hebben we nodig. En hoe lang moet de pijp zijn? Nou, we doen de stokkanaal erin, dus we doen denk tegenover elkaar, of niet? Of we kunnen het tweede wel afbreken trouwens. We kunnen dit wel afbreken? Ja, dat lijkt boos, breek het af. Oké. Okay. Breek ze wel af? Nee, dat wil ik niet afbreken. Ik denk dat ik meer vlam door het hout extra vuur. Niet afbreken. We doen ze een keer niet. Ja, dat niet. Maar in ieder geval, hij moet wel deze lengte zijn, ja? Nou ja, deze moet je dan toch zo erin doen. En dan doe je deze zo. Ja, want dan kom je toch dezelfde lengte uit. Jongen, kijk dan jongens. Deze lengte is hier. Dan doe ik hem andersom. Stook hier. Ja, maar er zitten die stokken aan de buitenkant. Ja, oké, dat maakt geen kut uit, vriend. Dat gaat niet. Oké, maakt niet uit. Oké, maakt niet uit. Hier. Zaag af. Ben je er mee eens of niet? Ja, maar jij kunt het niet zagen. Kut, ik zat vorige keer ook te kutten. Ja, maar ik kan het wel heel erg, jongens. Even een muziekje erbij, jongens. Een muziekje erbij, die komt u.
goed bezig houden. Oké, dit is hem. Hij ziet er netjes uit. Hoe recht is hij gezaagd? Serieus, van uit de hand met kut zagen, hè? Ja, hij is wel bijna maar te passen. Ja, bijna. Nou, zeg bijna. Oké, ja, pak de doos maar, denk. Laten we alles weer hierin gooien, want de tafel is nat, snap je? Dus... Ja, maar ik zou gewoon zeggen, alles erom laten. We gooien het gewoon zo erin. De plastic? Alles gewoon. Verpakking al. Ja. Verpressing is ook rook, toch? Ik weet niet, man. Ik weet niet. Gewoon YOLO, we gooien het er gewoon in. Oké, mensen, deze kant gaan we dicht tapen. Dan doen we de sterretjes erin, tapen weer dicht en dan gaan we mijn glas steken. Zo snel is het hard. Dus hey, dit is wel even wat makkelijker als een 100.000 sterretjes bom. Ja, maar eigenlijk is een bom ook wel makkelijk, want we hebben heel veel hulp gehad. En door die hulp gaat het heel makkelijk, want dan, ja, snap je? Dan hoef je zelf minder te doen eigenlijk. En dan kun je de rest alles in de gaten houden, ondertussen alles regelen. Ik kan dat niet helemaal worden. Ja, anders moeten we dat zelf ook nog doen, inderdaad. Super bedankt jullie allemaal die kijken en die geholpen hebben. Hashtag Pranksfans nummer 1 en jullie weten het. Jullie weten het. Je kan die nooit loslaten. Want soms vond ik net waarom je dit zo binnenste buiten gedaan. Ik doe dat altijd. Waarom? Die kan nog loslaten. En het is gewoon, ja, het maakt eigenlijk geen bal uit nu, maar dat zit gewoon in mijn systeem. Dus dat doe ik gewoon. Dit laat ik nooit los. Dus plak op plak. Dus plek op plek. Kijk, dit is dus dubbelzijdig. Als je hem andersom doet. Oké, mensen, de plannen zijn gewijzigd. Zoals jullie net hadden kunnen zien, hadden we alles met verpakkingen in de pijp gedaan. Maar ja, dat kwam een beetje ruimte kort. En het ging niet echt en we zijn bang dat het anders niet goed gaat. Dus we knippen nu alle stokjes gewoon tot met hier eraf. Komt de John en voelde zijn CITO-toets niet gehaald. Ja, dat mocht je niet vertellen, jongen. Oké, we gaan even alle stokjes afbreken en dan komen we zo bij jullie terug als alles erin zit. Ja, we zijn weer laatst aangekomen en John heeft de lont erin gedrukt. Kijk dan. Ten, ten, ten. Maar hij is best groot hoor, even serieus. Dat is voelen, is hij zwaar? Ah, dat is geen twik. Het is geen ton. Nou ja, die ton was er met 4 man sjouwen. Maar wat ik even wou zeggen, ja, moet je hier ook luchtgat in boren? Nee. Ja, kijk, het is tijd om aansteek, dames en heren. Ik zou zeggen, ja, kijk maar eens hoe groot hij is. Zo groot is die gewoon. Hoe groot is dat dan? Zou ik zeggen, let's go! Ja, mensen, blijven leuk. We hebben net al aangesproken, het staat voor bom. Maar kijk ons lopen dan. Twee jongens van 25, 27 jaar met een bom in onze handen. En ze weer zo glimlach. En zo glimlach. Zo, lala. Hé, hey, kan je vertellen, ze vaak, als dit jaar ben ik nog nooit in de vuurwinkel geweest. Ja, ik ook niet. Maar nou, het is... Jullie doen die duimpjes omhoog of wij steken wij gewoon die shit af. Ja, klaar. Blijf ze geven, mijn arm is te kort zo. Ja, geef gewoon nog een duimpje als je gewoon nog een vuurwerk iets wil. Dan moeten we misschien op de laatste dag nog vuurwerk kopen en dan steken we gewoon het nieuwjaar aan. Kan, ja. Als jullie het willen, doe het gewoon. Alles. Maar het is wel een nieuwjaar. Gewoon een nieuwjaar, als niemand vuurwerk aan steekt, doen wij het nog wel. Ja, precies. Ja, mensen, John is hem in de grond aan het drukken. Ah, het is koud. Het laat even zien, Aart. Hoe ziet het er nu uit? Zonder rook? Ja, toch zie ik hier wel een beetje wat mist. Kijk mensen, het is gewoon om ons heen is wel helemaal steady. Kijk, ik zie dat het zon wel aansteken is. Ja, je dacht gewoon gelijk beginnen, toch? Sowieso, dan is het is pak. Koud. Mijn handen zijn al aan het vriezen. Oh shit. Oh shit! Wat doe ik het dan? Wat gaat hij doen? Ah, ik ben wel benieuwd, eerlijk is eerlijk. Ik heb bam! Ja, dat klapt niet uit hier, hè? Hij wel gefilmd, jongens. Ja, wat? Ja, hij gaat. Het duurt er even. Het duurt even. Ja, hij begint weer rook, hè? Ja, daar gaat hij. Zo denk ik ook hier één keer in. Ja? Ik kan er nog niet in kijken zo fel. Kijk, je rook eraf, jongen. Zo, wat doe ik? Oh, man, het gaat af en toe naar die huizen waar we wonen, joh. Dat is niet de planning.
dit is echt wel erg rook hoor. Er komt nog een lading aan, mensen. Er komt nog een lading aan. Dit is de eerste lading, als het goed is. Ik weet het. Jawel. Het droogt best wel beneden uit, zeg maar. Kijk dan, mensen. De hele buurt. We hebben de hele buurt onder de rook gezet. Kijk van deze kant hier. Ja, kijk dan. Het is onderweg. It's coming. It's coming. Kijk dan. Hé, hey, het is onderweg naar Chris. Slief Chris. Maar dat is wel alles, dus. Ja. Ik dacht, misschien komt de tweede lading nog, maar dat valt mij. Ja, dat dacht ik ook. Maar... Ja, dat was het al. Bam! Oké. En zo buigen wij PVC. Had ik dan een gele damp ook als je erop staat. Doe het één keer staan. Als je ziet, ik had gewoon gele damp. Kijk, dat is niet goed voor je, denk ik. Check deze rookbom boven het huis. Dit is het gewoon allemaal, even serieus. Het gaat allemaal hierheen. Mensen die wonen, sorry, maar het is oud en nieuw. Oké, dames en heren, was de video weer. Ik zou zeggen, ja, vond je het een leuke video, doe even weer dat duimpje omhoog voor vuurwerk. En jullie weten het, als we nog veel like krijgen op deze video, dan maken we nog één vuurwerk video. Maar die maken we dan in het nieuwe jaar, dus dan zijn we de enige die nog een... Ja, en we hebben dus een nieuwe video van Prankster, dat gaan we opnemen. Waar we 5 straten halen van de staatsloterij. En gaan wij fucking 15 miljoen euro winnen. En dan gaan we 1 miljoen sterretjes aansteken. Ja. 1 miljoen! Weet je, wij vonden het zo leuk om te doen en als je erbij staat, jongen, dat gevoel, dat is net, het was echt net of je bij een vulkaan stond. Ja. Het was echt perfect. Dat is zo groot. We voelden het gewoon in één keer klein. Dat is helemaal een doodje stilte in één keer op. Ja, dat was het sowieso inderdaad. Maar ik zie de rook daar nog steeds gaan. Dus ik zeg, deze video is gewoon geslaagd, mensen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. See you later!